Beste allemaal, de opdracht van Jezus in de tempel is een groot gebeuren. Die pasgeborene, dat kleine kind, daarover wordt gesproken, over hem wordt een profetenwoord uitgesproken. Niet alleen voor Israël, maar voor heel de mensenfamilie. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. God, we danken u. U hebt uw Zoon gezonden, Christus, mens geworden, helemaal. Hij is God met ons. Hij is heil voor alle volken. Hij is de glorie van Israël. Hij is zo het fundament van onze hoop. Hij is de openbaring van uw liefde die geen einde kent. Dat we groeien in verbondenheid met hem. Vader, Zoon, Heilige Geest. Amen. Jezus' opdracht in de tempel. Geen massaal gebeuren. Lucas meldt enkel de aanwezigheid van twee figuren. Twee personen die hij met name noemt. Simeon en Hanna. Simeon die spreekt een uitdrukkelijk profetisch woord. Hanna ook. Simeon die spreekt het uit in een dankgebed. En dat dankgebed wat we elke avond aan het einde van onze dag, wanneer we onze dag completeren, bidden, het zijn zijn woorden. Laat nu Heer volgens uw woord uw dienaar in vrede heen gaan. Degenen die de complete bidden herkennen het. Laat nu Heer volgens uw woord uw dienaar gaan in vrede. Want mijn ogen, zo bidt Simeon, hebben thans uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volk. Heil. Heelmaking. Genezing. Herschepping. God openbaart in Christus zijn herscheppende liefde. Niet in een theorie, maar in de gave van zijn Zoon. En hij wordt in de tempel, het huis, bij uitstek, het centrale Godshuis van Israël, herkend als heil voor de volken, als glorie voor Israël. Twee elementen duidt Simeon al bij de ontvangst van de kleine Jezus. Twee elementen die dus niet gelden alleen voor de naar binnen gekeerde cirkel van Israël, maar voor alle volken. Het mag ons vandaag opnieuw helder voor ogen staan wat de Heer ons door de woorden van Simeon op het hart legt. Dat hij gekomen is, in Christus een nieuw, definitief nieuw begin te maken, waarin hij herschept, waarin hij heel maakt wat stuk is. In Christus zijn we een nieuwe schepping. In Christus wordt ons niet alleen het heil toegezegd, maar vanaf ons doopsel zijn we in Christus een nieuwe schepping. Behoren we in de volledige zin, meer dan we misschien beseffen zo doorheen de dag, doorheen het gewone leven, behoren we Christus toe met heel ons hebben en houden. Thans hebben mijn oog uw heil aanschouwd. Laten we die woorden meenemen. Ook in ons persoonlijk gebed vandaag, de komende dagen. Laten we het meenemen, bijzonder ook als we in de samenkomst rond het altaar de Heer op unieke wijze ontmoeten. Thans hebben mijn ogen uw heil aanschouwd. Dat u hebt bereid voor de volken. Licht tot verlichting van de heidenen. Hij is het licht dat alle die in duisternis zijn, verlicht. Dat het licht in onze wereld die leidt aan donkerte vaak, mooi verpakt misschien, maar die leidt aan een grote mate van duisternis, dat dat licht opnieuw in onze wereld mag doorbrengen. Midden in moeilijkheden, midden vaak in paniek, in een stuk chaos, ook in fixatie, al is het rond het coronavirus. Dat we met de Heer zelf, in de woorden van Simeon,
en in de voorzegging ook van Hanna, dat kind wat is bestemd tot val of opstanding van velen. In Israël, tot val of opstanding ook in het nu, in het heden van velen wereldwijd die Christus toebehoren. Volgen we of volgen we niet? Het is een keuze die de Heer ons vandaag opnieuw voorhoudt. Niet onder druk, maar onder de uitnodigende, maar overheldere oproep. Hij is ons heil. Hij is het heil dat God, dat de Vader ons biedt. Ons ja mag vandaag hernieuwd en herbrond worden. In het licht van Maria, in het licht van Jozef. Die twee die het kind, Jezus, hij die redt, de tempel binnendragen. Maar ze laten nog eens komen. Om hem na 3 dagen op die 3e dag te vinden als 12-jarige in de tempel. We bidden dat we groeien in verbondenheid met hem. Die het heil is van alle volken en ook van ons. Eer aan u, God, 3-1, Vader, Schepper, Zoon, mens geworden, God met ons, heil van de volken, licht voor hen in donkerte, heidenen. Glorie van Israël, glorie van het Godsvolk ook nu. Eer aan uw Heilige Geest, die ons tot leven brengt, levend maken. Eer aan uw drieëne God, zoals het was en ook nu is. Zoals het zijn zal zonder einde. Amen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.